Hallo, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik laten zien hoe je eventueel het schilderen van plooien kunt aanpakken. En eigenlijk eerlijk gezegd, het gaat nu over plooien dan. Maar uh, ja, zoals zo vaak, dit geldt eigenlijk voor zoveel onderwerpen wat ik nu ga laten zien. Want het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Hè? Of je nou zegt: hoe schilder je een grasveld? Hoe schilder je de haren van een kat? Ja, het is natuurlijk een kwestie van kijken, de kleuren namengen en uh, dan op de goede plek zetten. Maar dat is natuurlijk erg kort uh, door de bocht. Maar uh, zoiets als plooien, dat valt of staat eigenlijk met een goede voorbereiding op het palet. En dat geldt eigenlijk voor de meeste onderwerpen. En dat wil ik graag in deze video even laten zien. Een schets is altijd wel handig om wat houvast te hebben. En dan, met name, vind ik het fijn om een beetje de plekken vast neer te zetten waarvan ik denk: daar moeten de donkerste stukken komen. En de lichte stukken spaar ik dan een beetje uit. En ik heb een canvasbord trouwens, die heb ik een beetje grijs gemaakt met gesso en een beetje zwarte verf. Heb ik natuurlijk 24 uur laten drogen. En nou zet ik die schets gewoon op met gebrande omber en een klein beetje water om het te verdunnen. Nou, officieel gezien, als je nou iets gaat schilderen voor in het museum, gebruik dan liever geen water voor dit soort dingen. Gebruik dan medium. Maar ik was gewoon lui en dit uh, gooi ik toch na afloop weer weg. Dus uh, ja, ik gebruik gewoon water. Maar het nadeel van je verf verdunnen met water kan zijn dat op den duur de volgende laag los gaat laten, omdat deze verf niet goed hecht, uh, deze eerste laag omdat het te veel verdunt is met water. Dan blijft het minder goed plakken. Je verdunt dan eigenlijk de lijm van de verf, om het zo maar even te zeggen. En waarom doe ik dan dat met water? Nou, zo kan ik een beetje kiezen hoe donker ik die gebrande omber her en der wil hebben. Wil ik het wat donkerder hebben, dan smeer ik het, dan doe ik er wat minder water doorheen, relatief gezien. Het is een heel gehannes met dat canvasbord. Normaal klem ik hem vast, maar dat... Uh kon voor de opname niet. Maar nou, nou kukkelt hij elke keer om. Maar in ieder geval, ik geef het dus hier bijvoorbeeld uh, grof aan. Zo grofweg aan. Van nou, hier zit ongeveer een donkere partij. En hier wordt het dan wat lichter. Dan doe ik er gewoon of wat meer water doorheen. Of ik strijk die verf die ik daar had een beetje uit. Waardoor die dunner wordt. Wat transparanter. En dan spaar ik het lichtste stuk een beetje uit. Ik gebruik trouwens die foto uh, een beetje als referentie natuurlijk en uh, die foto kun je downloaden die zal ik ook uh, ik, zal ik als download ook uh, in de beschrijving bij deze video zetten en ook op de webpagina die ik ga maken over deze video uh, kun je dat ook terugvinden kun je die foto terugvinden en kun je ook nog eens stap voor stap nalezen wat ik hier allemaal doe. Uh, maar ik ga niet de hele foto schilderen. Het gaat me gewoon even om vooral het linker gedeelte van de foto. En dan op een gegeven moment krijg je allemaal andere plooien nog. En, uh, maar dan geloof ik het verder wel. Het gaat gewoon eventjes om het idee van hoe je dat kunt aanpakken. Zie je dus, zo met die gebrande omberg geef ik een beetje her en der aan uh, wat ik wil gaan doen. ook uh, doe ik dat trouwens met een lekkere grote platte kwast, want het zijn grote vlakken, hè, relatief gezien dit allemaal. Het zijn, uh, en zelfs als je dus zo'n donkerdere streep ziet of zo, die kun je zoals hier, die kun je heel mooi gewoon met zo'n platte kwast erin zetten en je kunt je kwast natuurlijk dus uh, ook haaks op dat doek zetten, waardoor je dus dunnere strepen kunt trekken als dat nodig is. Hè. Je kunt zo'n kwast op veel verschillende manieren vasthouden. En ook met je tanden zoals je ziet, want die andere heb ik, <laughs> die moet ik nog schoonmaken. En om dan niet te vergeten dat ik hem moet schoonmaken, heb ik hem eventjes in mijn mond gedaan. Dan uh, denk ik na een tijdje van, wat zit er toch in mijn mond? En dan, uh, oh ja, die kwast die moest nog schoon. Want dat is met acrylverf uitkijken. Hè? Dat je niet te lang je kwast aan de kant legt met verf erin. Want dan droogt het uit in de haren en dan uh, ja, wordt het een heel lastig verhaal om hem uh, weer schoon te krijgen. Zodoende. Nou, die schets wil ik even flink laten drogen. Maar dat gaat vanzelf goed komen. Want ik ga ondertussen de kleuren voorbereiden op mijn palet. Dus ik heb kleuren op mijn palet gelegd. Van links naar rechts heb ik daar neergelegd Ultramarijn gebrande omber Ik heb daar cadmium rood middel. En dan heb ik cadmium rood donker en cadmium geel middel en titaan -wit. En later zou ik daar ook nog aan toevoegen Quinacridon roze. Nou zul je zeggen, toon wat is er gebeurd met je beperkte palet van uh, met met pyrole rood en met primair geel. Ja, dat vind ik een fijn palet om mee te schilderen. Maar ik wil nu gewoon snel even deze video maken en snel uh, dat ding in elkaar flansen. En daarvoor zijn cadmium pigmenten super handig, want dat, dat zijn ultra dekkende pigmenten. Dus dan kan ik het gewoon in één keer goed doen. Als ik pyrolood gebruik, ook een mooi pigment, dekt net iets minder. En daarmee uh, ja, zal ik er dus eigenlijk in meerdere lagen overheen moeten. Vaak. En dat, uh, dat wil ik nu niet, dus vandaar. Maar je kunt dit dus ook allemaal perfect doen met pyrolood en primair geel. Of met naftolroodmiddel middel, als je dat hebt, dat kan ook. Maakt allemaal niet uit. En azogeel uh, middel bijvoorbeeld is ook prima. En er zijn zoveel manieren waarop je tot dezelfde resultaten kunt komen. Maar dit is heel belangrijk. Dat kan ik iedereen aanraden. Dat voorwerk op het palet. Dat voorwerk, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat voorwerk. Uh, nou, dat is gewoon een kwestie van zoeken naar een aantal kleuren die je overwegend uh, ziet. Dus in dit geval zie ik daar veel donkere partijen. Daar zit variatie in. Maar dan ga ik dus kleuren aanmaken: donkere kleuren die het meest voorkomen en de kleuren die daartussenin zitten, hè, want er zijn nog gebieden waar het dan net iets minder donker is en uh, nou ja en soms nog net iets donkerder. Dat zijn vaak de kleinere kleinere gebieden en daar heb ik dus minder verf voor nodig. Maar die kan ik dus ook die kleuren kan ik ter plekke straks met mijn kwast uh, tussendoor mengen. Maar die grote plakken verf zal ik maar zeggen, die ik daar zie, die, die grote kleurvlakken, die wil ik vast voorbereid hebben op mijn palet. En waarom is dat? Nou, dat is zodat ik straks heel makkelijk elke keer alleen maar hoef te kijken: van uh, uh, ik hoef alleen maar mijn, uh, mijn, mijn penseel in de verf te dopen. Dan kijk ik van waar moet die kleur? En dan smeer ik dat te gauw op. En dan kan ik heel makkelijk en intuïtief schilderen en kan ik die tussenkleuren die er allemaal zijn en variaties kan ik ook heel makkelijk en snel mengen. Dat zul je straks wel zien. Daar is dan eigenlijk geen kunst meer aan. En bij plooien is het dus uh, en oh ja, nog sorry, nog één voordeel ook van het voorbereiden op het palet. Dat is dus dat je stapeltjes verf maakt. En die stapels verf op je palet, die drogen veel minder snel uit dan wanneer je uh, heel weinig aanmaakt en elke keer met je kwast gaat mengen. Dat is gewoon zo. Je kunt gewoon met zo'n stapeltje verf kun je uren schilderen. En dat mengen, daar uh, kan ik je ook aanraden. Neem daar lekker de tijd voor. Dus dat zal ook een flinke tijd duren. Maar probeer er zoveel mogelijk het onderste uit de kant te halen. Dat je zo dicht mogelijk bij de doelkleur zit. En neem niet te snel genoegen. En probeer gewoon dingen uit. En als je iets niet helemaal zeker weet, probeer het dan met een heel klein beetje verf uit. Dus niet meteen je hele kleur uh, gaan aanpassen. Ik heb dus trouwens hier dus later Quinacridon roze erbij gegooid op mijn palet. Dat is dus dat soort magenta kleur. En uh, dat heb ik gedaan omdat cadmium rood. Uh, een beetje een soort, uh, ja, dat, dat miste in dit geval een beetje iets paarsigs. Dus dan pomp ik er extra iets paars in door dat magenta erin te doen. Dat is vooral in de donkere partijen in deze foto moest het net ietsjes kantelen naar wat, uh, wat paarsig. Terwijl de lichte delen, daar zie je dus uh, veel meer oranje-rood. En in de allerlichtste delen, daar zie je dus uh, eigenlijk bijna een soort geel: het is een oranje-geel, geel-oranje. Dat voorbereiden op een palet is al, uh, dat is een heel karwei. En uh, plooien schilderen, dan is het belangrijk dat je dus verschillende stappen maakt. Dus de, de schaduwkleuren, uh, een paar schaduwvarianten, en dan een paar uh, middentoonvarianten en een paar lichte varianten. Maar nou is het dus zo dat dit is natuurlijk een kleurenfoto en we zijn altijd nogal gecharmeerd van kleur natuurlijk, zeker als we gaan schilderen. Maar mocht je dit nou toch heel erg lastig vinden, want het is gewoon lastig, uh, dan uh, vooral het waarnemen van kleuren is lastig om dat goed te doen. Dan is het ook helemaal niet gek om het uh, schilderen van plooien te oefenen gewoon met zwarte en witte verf. En dat klinkt heel kinderachtig, dat weet ik, maar dat is het absoluut niet. Dat is super leerzaam. En uh, vergelijk het gewoon met tekenen met een potlood of met uh, houtskool of iets dergelijks. Daar werk je ook met toonwaarden. Hè, dus de waarden van donker naar licht. En die zijn super belangrijk. Dus een paar donkere waarden en een paar lichte waarden. En dat kan je dus met zwarte en witte verf heel mooi oefenen. En uh, eigenlijk, als je dat goed oefent, dan wordt het werken met kleur ook een stuk makkelijker. Want in feite speelt de toonwaarde van de kleur een veel belangrijkere rol dan de kleur zelf. En dat zul je ook zien, want ik zit ook niet helemaal spot-on met de kleuren straks. Maar uh, het ziet er toch redelijk geloofwaardig uit, uiteindelijk, omdat de toonwaarde, uh, ja, die heb ik zo goed mogelijk geprobeerd te benaderen. En dat is dus veel belangrijker dan kleur. In, in de Verenigde Staten hebben ze ook daar echt een uitdrukking voor zelfs. Daar, daar is veel meer klassiek onderwijs, met, waar, waar leerlingen eerst ook veel moeten oefenen met toonwaarden. Maar daar hebben ze dus een uitdrukking dat ze zeggen van toonwaarden doen al het werk. En kleur strijkt met de eer. He, die gaat met de eer aan de hal. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon een feit. Denk maar terug aan de zwart-wit televisies. Als je die nog hebt meegemaakt. Dat zag er prima uit. En natuurlijk uh, zijn kleuren Tv's veel interessanter om naar te kijken. Dat ziet er veel mooier uit. Maar het is niet noodzakelijk. Hier zie je dat ik op een heel klein stukje even iets uittest. Zie je wel? Want ik moet dat rood, moest ik iets afzwakken. En in dit geval kon ik dat, uh, heb ik, dacht ik van kan dat met titaanwit? En toen bleek dat dat de goede richting was. En toen dacht ik: van dan gooi ik dat titaanwit ook door de rest van de kleur. Dus zie, eventjes niet meteen je hele berg met verf verpesten. Hè? Dat zou jammer zijn. Maar uh, dus om even op die toonwaarde terug te komen. Die donkere partijen, de schaduwpartijen in die plooien. Die ervaren we natuurlijk als heel erg donker. Alleen. Ik probeer even voor je te zien. Uh, nou, je kunt het zien. Dus er zit een zwarte plank onder, uh, onder die foto. Zwart is toch echt wel weer nog een stuk donkerder dan die plooikleur, zal ik maar zeggen. Hè? Dus die, die, die schaduwkleur op die, op die gordijn of wat het ook is. Dus zo moet je dan eigenlijk denken. Je moet, en dat, dus je moet niet meteen een, uh, een mega donkere kleur uh, daar neerleggen op je palet. En de volgende kleur, die middentonen kleuren. Die zijn wel wat lichter, maar zijn ook niet echt in één keer keilicht. En dan kijken we nog naar de hooglichten, dus de, of de, de echte lichte delen. Dus aan de rechterkant van die, van die bollingen zie je elke keer zo'n oranje-geel randje lopen. Nou, als je weinig teken- of schilderervaring hebt, dan, uh, dan zou je geneigd kunnen zijn om daar gewoon een wit streepje neer te kunnen zetten. Kun je het je voorstellen? Dat, dat zie je veel mensen ook doen. En dat is trouwens ook helemaal niet erg. Maar het is gewoon op een gegeven moment, als je wat realistischer wilt leren schilderen, dan ga je dat steeds meer zien. Van, oh wacht eens, dat is geen wit. Kijk, het is qua toonwaarde, zit het mijlenver bij wit vandaan nog. Hè? Dat kun je zien aan de witte rand van het papier. Die, 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 die oranje gele kleur loopt door tot aan het witte randje. Nou, dan zie je dus al qua toonwaarde. Dus hoe licht of hoe donker die kleur is, is die helemaal niet zo persisch of vreselijk licht. En hij bevat ook behoorlijk wat kleur. Als je het vergelijkt met dat witte randje, dan zie je van oké, okay, er zit behoorlijk aandeel oranje in hè, en uh, geel. Nou, nu ben ik een beetje bezig met die, die middentonen. Dus dat is een beetje ja richting het licht, dat is een beetje oranjeachtig wordt het dan. En uh, dat wordt eigenlijk naarmate er meer licht opkomt wordt het steeds iets geler. Dus ik maak gewoon allerlei van dat soort variaties. En voor het mengen van kleuren. Zijn paletmessen zoals dit model wat ik hier heb het handigst? Dus niet met allemaal van die hoeken en punten eraan, want je hebt heel veel verschillende modellen paletmessen. Maar gewoon zo'n flinke platte kant eraan, dat is ideaal om kleuren mee te mengen. Nou, ik ben zo de hele tijd bezig, constant kleuren vergelijken met elkaar tot je een ons weegt het is wel leuk werk om te doen hoor je moet wel het idee hebben dat je geen haast hebt gewoon rustig aan de tijd nemen en daarvoor is het dus belangrijk ook dat je genoeg verf aanmaakt want nogmaals maak je te weinig aan dan is het zo droog maar dit gaat prima en uh, maar bijvoorbeeld als je schildert met olieverf dan heb je dat probleem een heel stuk minder want olieverf dat blijft veel langer werkbaar op je paletten nu toevallig zijn dit allemaal kleuren die een beetje in dezelfde range uh, zitten uh, op deze foto, maar je kunt natuurlijk ook als je met een landschap uh, bezig bent, kun je hebben dat je allemaal groenen hebt voor, uh, voor begroeiing en blauwen voor in de lucht en uh, weet ik veel. Misschien zijn er nog rotspartijen met grijzen en dergelijke. Nou, dan hangt het er een beetje van af hoeveel tijd je hebt op dat moment. ...en dan is het misschien soms handig om bijvoorbeeld eerst de luchtkleur te mengen... ...en daar wat variaties voor te maken, Wolken, wolkenkleuren, dat soort dingen. En die dan eerst aan te maken op je palet en die erin te zetten... ...en dan te kijken van heb ik nog tijd voor andere dingen? Nou, dan maak je je palet schoon en dan ga je groenen mengen, ik zeg maar even wat. Maar dat, dat, dat doe ik met acrylverf altijd. Ik schat een beetje in hoeveel tijd ik denk, uh, hoeveel tijd ik heb... En is het dan niet leuk om te zien hoe dat er allemaal zo uitziet op zo'n palet? Dat uh, die, die, die verschillende kleuren, dat, er, dat je dan een mooie kleurenharmonie op je palet hebt liggen. Hè? Dat zou je toch zelf zo niet kunnen verzinnen? Dat vind ik gewoon ook het leuke van naar de waarneming werken. Uh, een van de leuke dingen is de hele tijd kijken van wat voor kleuren zie ik nou echt? En het is, het, ja, op een gegeven moment krijg je wat meer ervaring en begint het te wennen. Maar... Nog steeds is het flink uitkijken, want voor je het weet stink je erin, denk je iets te weten. En dan blijkt het toch eigenlijk heel anders te zijn dan je dacht. En, het is en het, dat, een reden waarom het zo ingewikkeld is om kleuren waar te nemen, is omdat wij een totaalplaatje zien van kleuren, allemaal naast elkaar. En die beïnvloeden elkaar en... Uh, nou, dat zorgt er dus bijvoorbeeld voor, zoals bij deze plooien, dat wij kunnen denken dat die donkere stukken van de plooien dat dat heel donker is en uh, misschien wel bijna een soort zwart of zo, terwijl dat dus wel meevalt. Nu heb ik de hoofdkleuren klaar. Nou maak ik nog wat kleine uh, variaties, tussen variaties tussen die kleuren. Voor, ja. Voor, om straks wat makkelijker uh, vloeiendere overgangen te kunnen maken. Zie, dus tussen die twee kleuren in heb ik nu een mengkleur gemaakt en dat ga ik bij die andere kleuren ook nog even doen. Nog iets om uh, wel leuk om te vertellen is dat als een lichtbron ergens op schijnt, dan heb je de meeste Variaties in kleur- en toonwaarden. En die, zijn, uh, die heb je dan in de lichte delen. En die lichte delen, de, daarin zijn die variaties ontzettend subtiel. Dus uh, dat zie je ook bij gezichten heel mooi, bij portretten. De lichte delen van een gezicht, dat is echt idioot hoe klein die uh, nuances zijn. Zodra het licht niet meer op bepaalde plekken kan komen, dan ontstaan dus de schaduwkanten. En dan loopt dat ineens keihard af, de hoeveelheid nuances die je ziet. Je hebt dan wel nuances, maar die zijn veel minder subtiel dan in de lichte delen. Kijk maar eens om je heen naar portretten, naar gezichten van mensen. En moet je maar eens kijken naar de lichte delen. Dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Ik begin. Meestal met de donkere delen, want het is makkelijk met acrylverf en met olieverf om van donker naar licht te werken. Het is nou eenmaal makkelijker om vanuit een donkere kleur op te bouwen naar licht. Dat is makkelijker dan andersom. En dat is dus bijvoorbeeld een enorm verschil met hè? Bij leren. Uh, daar bouw je het meestal juist heel licht op. je spaart uh, ten eerste al de, de lichtste delen natuurlijk uit, want uh, ja, je kunt iets niet uh, lichter maken met aquarelleren. en uh, nou ja goed, dan werk je dus vaak uh, maak je het steeds iets donkerder. nou die donkerste banen heb ik neergezet, dan zet ik de een na donkerste baan neer en mijn uh, canvas. Boord wil weer van de, de ezel afvallen. Maar zie, dat is dus een klein verschil. Het is bijna niet te zien. En dan, als ik die baan ernaast heb gezet, laat ik ze even snel in elkaar overvloeien. Door er gewoon even overheen te kwasten. Maar ik ga er niet te veel in heen en weer. Want dan uh, verpest ik de boel. Nou, zet ik hier de wat lichtere baan er ook naast. Ja, ik heb het niet helemaal goed geschetst. Het is eigenlijk een wat bredere bolling, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat me even om het idee: hè? Van, van donker naar licht en hoe je dat makkelijk in elkaar over kunt laten lopen. Maar kijk eens, doordat die kleuren relatief dicht bij elkaar liggen en omdat ik alles op mijn palet heb liggen. Stelt het werkelijk niks voor om dat een beetje mooi in elkaar over te laten lopen. Je hoeft daar eigenlijk bijna niks voor te doen. Dit is al genoeg. Nou komen we bij die andere plooien. Daar dezelfde werkwijze. Dus ik werk daar ook met die tweede waarde die ik heb aangemaakt. En zie je ook dat die tweede waarde heeft, bevat al net iets meer kleur. Hè? Dat is, dat, je ziet daar wat meer van het rood in terugkomen. Het is altijd heel fijn als je kleuren op je palet hebt liggen. Want je doet niet altijd alles in één keer goed natuurlijk. Maar het is een geruststellende gedachte dat die kleuren daar liggen. Kijk trouwens, hier bovenin, daar vangt het net wat meer licht. Pak ik gewoon iets van de volgende waarde en die kwast ik er net even nat in nat doorheen. En dan krijg je een beetje dat vibrerende, hè, dat het een beetje oplicht her en der. En dat doe ik hier ook. Daar zie je ook dat het net ietsjes oplicht. Nou, dan gooi ik die iets lichtere waarde door, doorheen met net iets meer kleur. Dan heb je al heel gauw dat effect. En dat zou ik niet voor elkaar kunnen krijgen, eerlijk gezegd. Als ik ter plekke alles eerst nog eens moest gaan mengen. Dit is gewoon... Vrijheid, blijheid en dat komt gewoon doordat je die dingen op je palet hebt liggen. En of ze nou allemaal helemaal perfect zijn en of je het nou helemaal perfect schildert, dat doet er dan nog niet eens toe. Het ziet er vaak gewoon logisch uit omdat je die harmonie hebt. Oh ja, en ook ik uh, doe het zoveel mogelijk uh, in eerste instantie met een breed plat penseel, want het zijn grote banen en dat zorgt voor het gevoel van eenheid. Nu heb ik mijn penseel even wat goed schoongemaakt om een heldere kleur erin te krijgen. En dat is dus de volgende stap. En die is behoorlijk pittig hè, dat zie je dan wel. En die zal ik dus een beetje mooi moeten laten overlopen in die kleur links. Maar daar maak ik me nu nog niet al te druk over. Eerst maar eens die baan ernaast zetten en dan zie ik straks wel hoe ik die overgang oplos. Kijk. Nu mix ik gewoon wat door mijn vorige stap heen. En dan zet ik ze door elkaar heen. Daar begint het al een beetje over te lopen. Dat is het begin. Dan doe ik nog iets meer van die vorige kleur erdoorheen. Nou, dan zie je dat het mooi vloeiend gaat werken. En dat geintje herhaal ik hier ook weer. Dus weer een wat heldere baan. En dus eigenlijk meer de lokaal kleur, zo'n beetje van het gordijn, denk ik. Dan mix ik weer wat van de donkere wa donkerdere waarden er doorheen. Dat veeg ik net over de scheiding heen door elkaar. Zo. En het ziet er natuurlijk allemaal heel gek uit. Omdat de rest er nog niet bij staat. Hè? Dus dan moet je. Uh, dat is ook zoiets, Daar moet je, je moet nu dus nog niet te veel initiatief gaan nemen en uh, dingen gaan oplossen in deze fase. Want je weet nog helemaal niet wat er gaat gebeuren eigenlijk. Want je zou nu kunnen zeggen van ja, dit ziet er een beetje merkwaardig uit. En dat is ook gewoon zo. Maar dat komt omdat er nog van die rare witte strepen tussen staan. Daar moet nog iets gebeuren. Hè? En dat heeft gewoon effect op het totaalbeeld. Daar moet je altijd alert op zijn. Het is altijd verstandig om zoveel mogelijk eerst alles van een kleur te voorzien. Hier zet ik gauw nat in nat nog even weer iets van die vibrerende kleur erin. He, dat het uh, net ietsjes uh, oplicht in die schaduw. Tijd voor de volgende waarde, die is net weer iets lichter. Zet ik er dus weer naast. Zie, dat is leuk hè zie je dat het nu begint het een beetje te draaien hè, die plooi, die, 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 die bolling. Nou, en dus dit stuk heb ik dus eigenlijk te kort gemaakt, dat heb ik in de schets al verkeerd gedaan, maakt niet uit. Maar uh, dit, eigenlijk moest dit, dat heldere gebied moest dus wat breder zijn, maar je snapt het principe. En hier krijgt het dus hoe lichter het, uh, hoe meer het naar het licht draait, hoe meer oranje het wordt. En uiteindelijk krijgen we daar dus straks dat hele lichte stukje. Dat is uh, echt een oranje geel, daar komt die? Een beetje oranje geel. Dit is eigenlijk de één na laatste stap. Hè. Die laatste stap is dus nog iets lichter. Die zet ik er nu nog een keer naast. Een beetje nat in nat er doorheen. Zo. Voilà. Nou, weer eventjes een tussenkleur om ze met elkaar te verbinden. Nou, dan gaan we door naar de volgende plooi. Dus het is eigenlijk gewoon elke keer een beetje hetzelfde verhaal. Natuurlijk zijn ze niet allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal net iets boller of minder bol. En hoe verder weg, hoe smaller ze worden en hoe meer licht daar ook erop lijkt te vallen. Maar goed, ik doe er gewoon een aantal. Om een beetje een beeld te geven van hoe je zoiets dus kunt aanpakken. Maar nogmaals, het hadden ook wolken kunnen zijn. Hè? Of een grasveld. Een kapsel. Het gaat er maar om dat je die waarden. En uh, dat je die waarden goed hebt op je palet. Dat je het hebt voorbereid. En de kleuren enigszins goed. En dan gaat het er gewoon om dat je lekker van je afschildert. En nog niet in een te vroeg stadium afhaken van. Oh, dit wordt niks. Want je kunt het pas dus zien als je doorgaat. Het komt heel regelmatig voor dat mensen mij hun werk laten zien. En dan zeggen van. Uh, nou, ik ben uh, niet tevreden. Het uh, gaat niet zoals ik wil. En dan is er vaak uh, bijvoorbeeld een dier. En dan is er gewoon een stuk dier geschilderd. Een stuk vacht. Maar nog niks van de omgeving. En dan is altijd mijn advies. Schilder dan eerst die omgeving er ook eens in en kijk dan eens wat er gebeurt. Want ja, een vacht zo los, als je de kleuren goed hebt gedaan, maar je hebt daar een wit, wit stuk papier achter bij wijze van spreken, dan ziet dat er niet uit. Dus het is altijd een combinatie van factoren. Het is het totaalbeeld. En, en dat is dus ook waarom veel schilders toch graag zo snel mogelijk het hele canvas in ieder geval eerst is voor, van een eerste kleurenlaag willen voorzien. En ook nu, als ik nu niet tevreden ben, hè, dan zijn er ook oplossingen voor. Want het is niet zo moeilijk. De kleuren liggen op mijn palet. Als ik dingen fout doe, ik kan altijd terugvallen op mijn basiskleuren. Eh, Dan gaan we weer. Het draait de hoek om en wordt rood en dan oranje. En dan, uh, hè? en dan weer een lichte baan ernaast zo dadelijk. Dan gaat hij weer. En weer hè, ik heb hier nog steeds gewoon een groot plat penseel, relatief groot. Maar wat een mogelijkheid heeft zo'n ding. Gewoon haaks op je doek zetten. En dan kun je relatief dunne lijntjes trekken. Nou, vanaf hier wordt het allemaal een beetje. Um, iets rood-oranje achtiger. En ook hier zie je weer dat dat gele randje dat ik net heb geschilderd. Dat werkt pas als ik die volgende kleur er weer naast zet. Dus ja, dat is nou eenmaal het punt. Dat is constant het verhaal. Beoordeel niet, oordeel niet te snel over je eigen werk. Ga eerst door. Hier onderin wordt dat oranje richtje. Ja, dat palet zit nu voor de foto, zie ik. Maar daar onderin werd dat. Oranje gele randje dat je ziet, dat werd daar iets rozeachtiger of roder. Allemaal kwestie van lichtbron en object, de relatie daartussen. Daardoor gebeuren allerlei van dat soort dingen. Nou, hier ben ik toen ergens zo ongeveer geloof ik gestopt. Ik ben nog heel even doorgegaan, weer een baan ernaast. Baan <laughs> ja, als je dan eenmaal bezig bent, dan zet je hier dus weer zo'n baan. En dan ben je daarna weer benieuwd hoe dat eruit komt te zien. En dat kun je dus eigenlijk alleen maar weer weten door toch weer rechts er ook weer iets naast te zetten. Dus je kan eigenlijk aan de gang blijven. Zie, daar heb je het al. Weer een baan. Jonge, jonge, het houdt ook nooit op. Nou, ik hoop dat je een beetje een idee hebt gekregen hoe je dit soort dingen dus kunt aanpakken. Nogmaals, is het met kleur te lastig? Oefen het eerst lekker met zwarte en witte verf. Is gewoon leuk om te doen en leerzaam. En uh, dat is, dan zorg je meteen voor een goede basis voor het schilderen hoor. Dan hoef je nog niet meteen met al, met al, de, met al die kleuren bezig te zijn. Heel veel succes en plezier met schilderen en tot de volgende keer.